Ja, het is weer bijna zover. Het is bijna 27 april en dat houdt in Koningsdag. Op heel veel plekken is iets te doen natuurlijk. In het centrum is een leuke rommelmarkt voor de kinderen. Maar vandaag staan wij hier op de Lavendelkade in de Heeswijk, want daar wordt ook weer van alles georganiseerd. En bij mij heb ik... Mark Jansen, secretaris van de buurtvereniging voor Fun de Heeswijkse Kampen. En Franka Weber, voorzitter. Franka, wat gaat er allemaal gebeuren hier met Koningsdag? Ja, we willen graag de versierde fietsen terug hebben hier. Vroeger deden ze dat hier op Sledorm. En die willen we hier gaan doen. Dus we willen een hele grote route eigenlijk met allemaal fietsjes achter elkaar. Ik ga voorop met mijn oranje fietsje. En de mooiste versierde fiets, die gaan we eruit pikken en die krijgt een leuk prijsje. Leuk, dus alle kinderen en eventueel volwassenen, die mogen weer hun fiets versieren, lekker ouderwets? Ja, precies, dat is de bedoeling. En hoe laat is dat te doen, die fietstoer? Ja, om 10 uur is het hier verzamelen en dan gaan we een rondje fietsen en dan kunnen de jury mooi kijken wie het mooiste fiets heeft. Ja. Maar dat is niet het enige wat er te doen is, hè? Er is meer te doen hier. Ja, zeker. Er is een braderie met kleedjesmarkt, maar mensen mogen allemaal gratis kleedjes neerleggen. Verschillende activiteiten, denk aan eendjes vangen, koekhappen en ratje draaien. Allemaal onder genot van een lekker glaasje fris, glaasje oranje. En we hebben natuurlijk voor de kinderen wat lekkers. Ja. Is het voor iedereen of alleen voor de mensen die in de Heeswijk wonen? Nee, iedereen. En zijn er ook kosten aan verbonden? Voor sommige dingen zijn wel kosten. We hebben een stempelkaart gemaakt en voor de leden is die 5 euro. Dan kunnen ze dan oranje op krijgen, alle spelletjes doen die we hebben. Een zakje chips krijgen ze nog. En voor niet-leden is het 7,50 en voor leden is het 5 euro. Ja, maar dat is voor de spelletjes en de lekkernijen. Ja. Als mensen hun oude spulletjes willen verkopen, dan kunnen ze gewoon hier naartoe komen, gratis? Ja, dat is gewoon gratis. Ze mogen gewoon een plekje uitkiezen en spulletjes verkopen. Ja. Dus 27 april, wat zijn de tijden? Ja, van 10 tot 3 op de Lavendelkade, op deze mooie, prachtige, mooie locatie. Ja, 27 april. U bent van harte welkom. Nou, dankjewel. Leve de koning. Hoera. Ja, precies. Leve de koning. Leve de koning.